Succes. Ja. Ik ben Hilke Breitler. Ik ben 10 jaar en zit in groep zoon op een focusjoerdskwal in Nijtjerk. Ik zelf ben je boeten uit Nes op een grote plaats met mijn heit en mem, Gerrit en Anke en mijn zus Anne Goitske. Ik heb 4 rinders, 8 pikjes, 2 honden, een kat en een knie. Mijn hobby's ben dat ik prutten met mijn hond en mijn kat bezig ben. Ik ga prutten met het veld in. Mijn tweede hobby is ben mijn hinders. Ik zit nu al 4 uur op hinder in les. En daar ken ik altijd heel wat van geniertje. Mijn derde hobby, en eigenlijk mijn grootste, is muziek. Ik vind muziek luisteren vind ik heel erg leuk. Maar ik maak zelf ook muziek. Daarom heb ik al 5 jaar op pianoles. Ik ben nu ook correct begonnen met elektrische gitaar. Nou, waarom ik mezelf geschikt vind als bennenborgmeester? Ik vind mezelf geschikt als bennenborgmeester omdat ik 2 talen spreken kan. Het liefst spreek ik zelfs Fries, maar ik kan ook heel goed Nederlands. Doordat mijn heit en mem vaak op het podium staan, heb ik daar toch ook wel podiumervaring op dien. En ben ik er bij mezelf ook achter kan dat ik het heel leuk vind om voor een groot publiek iets te doen. Ik kan dus ook goed in het openbaar spreken. Nou, waarom ik graag bennenborgmeester worden wil. Het lijkt me heel leuk om bennenborgmeester te worden van zo'n mooie provincie. En ik hier voor de website, misschien ook nog wel een leuk idee van de gemeente. Ik dacht, want die website vind ik voor de band een beetje saaier. Dus ik dacht, als er nou een speciale bandenpagina op komt, waarbij de band wat spultjes of zo dan kan. Maar als ze nou een klacht of zo had, of ze had een leuk idee, dat ze dat altijd nog naar mij thuis sturen kan. En ook dat nog een goed idee vind, dat ik dat altijd nog bespreken kon met mevrouw Waanders. Dankjewel. Binnen er nog vragen? Hilke, de bespraaktheid die haast ontoond. Ja. Geweldig, ik schuik een trotske heid en mem dat glunderend op de tribune, dus dat moet goed wijzen. Je bent vast vragen hoor. Meneer Braaksma. Ja, voorzitter, ik vind dit tegen is keurig. Ik zit me even hard te vragen. Had deze toekomstige burgemeester ik nog een riet nodig? En zo wil je dan een bandenriet hebben of wil je mijn huis uit de voeren? Nou, ik zou graag met je in die kant op vallen. Oké. Okay. Nou, dat maakt de heer Braaksma weer goed, man. Ja. Mevrouw Klinkenberg. Nou, ik vond het ook wel leuk dat Nienke haar misschien een vraag stelt. Ik weet niet of jij eerst wil voor mij. Nou, ze komt zo. Ik vond het heel goed. Zijn er nog vragen? Dat spreekt mij heel erg aan, want dat speelt altijd in de gemeenteraad. Wij hebben alleen maar vragen. En denk je dat je er ook antwoord op krijgt? Als jij een kinderburgemeester bent en je hebt een kindergemeenteraad, denk je dat je dan goede antwoorden krijgt? Denk je dat? En hoe zie je dat? Laat ik het zo vragen. Nou, ik heb nog een paar vragen hoor. Ja, ik vind het eigenlijk wel een beetje lastig te bedenken. Dus. Maar ik bedoel eigenlijk niet hoor dat jij nu vragen moet stellen, maar of je antwoord krijgt. Hè? Denk je dat je er wel goed antwoord op krijgt als jij de kinderburgemeester bent? Ja, ik denk het wel. Nou, ik heb jouw aanmeldingsformulieren. Ik heb alle aanmeldingsformulieren bekeken en ik vond dat jij er erg uitsprong omdat jij die website van de gemeente noemde. Ja. Denk jij dat je als je kinderburgemeester bent daar wel de tijd voor hebt om dat te doen? Want wij als raadsleden hebben het altijd heel druk. Hoe zie je dat? Hoe wil je dat gaan realiseren? En wat mij ook heel erg aansprak, dat was die podiumervaring. Ja. Dat is dus een tweede vraag. Zie jij een beetje onze burgemeester ook dat ze toch ook wat podiumervaring heeft? Dat is de vraag. Nou, ja, ik denk het wel. En het is een beetje lastig te beschrijven, maar ik ben een beetje mijn woorden kwijt. Dat geeft niet, want dat hebben wij als raadsleden ook heel vaak hoor. Maar ik wil toch nog even vragen, denk je dat het veel tijd neemt om die website, om daarmee te werken? Nee, ik denk het niet. Oh, nee, okay. Voorzitter, van de reclame voor hem, hè? Normaal wel, die krijgt daar wel hulp bij. Minke, brouw los. Hoe heet Jim Hinders?
Mijn zus Anne Goitske die had een hinder, die heet Ingeltje. Mijn heit en mama, wij zijn twaan een hinder, die heet Amorinde. En ik heb zelf mijn eigen hinder, dat is dan vallen, die Dwardo. En we hebben nog een liedje pony, Shetland pony, die hebben mij het hele gezin, die heet Gurbe. Een hele drukte. Nienke, nou dat is goed beantwoorden, hè? Ja? Nou, ik denk dat er heel wat vragen beantwoorden binnen. Hilke, geweldig, bedankt. Ja, het dank u wel, voorzitter. Het verlossende woord moet er maar uit. Maar we willen eerst dat alle drie de kandidaten die overgebleven zijn, een groot applaus krijgen van iedereen die hier aanwezig is. Het komt hierop neer dat er minimale verschillen waren in hetgeen wat jullie gebakken hebben van de opdracht. Minimale verschillen waar we het heel moeilijk van hebben. We zijn met 3 juryleden, maar we waren eigenlijk met 4. Want de kinderburgemeester heeft ook mee gejurieerd. En zoals Henny Huisman gezegd heeft, eensluidend zijn we het eens. Er kan er maar 1 de winnaar zijn. En de winnaar is Hielke Breteler. Hielke, jongen. Heel hartelijk gefeliciteerd. Winnaar. Voor zo'n 20 winnaars die je hier wijzen mochten. Allegaar, hartstikke bedankt voor je aanwezigheid. Ik hoop dat je morgen ik aanwezig ben bij de toaskier van Nienke. En de installatie van Us Hielke. Want het is nu Us Hielke Maalkoor. Meeske tige tank, een loffelijke dijfjeder en een hele grote tank van je moordacht.